Speel het dan met elkaar. Ga horen dan met elkaar. Ga spelen. Ga spelen. Ga pakken. Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 22 november 2022 en het loopt nu tegen 11:30 aan. Ja, en zoals jullie zien ben ik lekker aan het lopen met de hondjes. Ja, en ik heb Roma aan de telefoon. En wij wensen jullie gewoon zoals altijd heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ga spelen dan met elkaar. Ga horen dan met elkaar. Ga spelen. Ga pakken. Hij is inderdaad verzonden. Ja, Niels, hij is verzonden. Ik hoorde ploink. Ja, dat is leuk. Hij is verzonden. Nieuwe transfer. Yeah. Ik ga gelijk weer een nieuwe transfer voor je doen. En dan nog maar één bestandje. Ah, doorgaan. Eén bestandje nog maar. Dat is de laatste. En ik weet niet eens of nog dat de outro is. Dat weet ik ook nog niet eens. Ah, erg. Hey, en anders moet ik gewoon weer ergens anders een autootje vandaan. Ja, nou precies dat. En anders kijk ik nog wel even een leuke... Ik heb autootjes in mijn mappen staan hoor. En anders heb jij dus nu ook weer twee nieuwe outro's erbij. En die pleur ik er gewoon even erbij gelijk. Twee nieuwe outro's. Ja, goed. Dat is helemaal goed. Laatste deel. 28 november. Hoe en transferred. Zo, hij is bezig. De volgers weten gelijk ook dat ik hem maak. Ja, echt hè? Hij is bezig om te verzenden. Hij gaat nu 3 minuten en 19 seconden erover doen. 6%. Ja, precies dat. Het is inmiddels alweer 3:30 en ik loop niet helemaal lekker, maar oké. Okay. Ik ga even mijn telefoon aan de lader doen. Nam, doe ik zo meteen. Eerst even in de slaapkamer neerknallen. En ik ga even kijken wat ik nog mee kan nemen naar de
slaapkamer. Ik wil gewoon even een uurtje liggen. Zoals je kan zien ben ik moe en ik heb pijn in mijn onderrug. Ja, dat doet gewoon zeer. Ik weet niet eens hoe ik moet gaan staan, jongens. Echt. En moest je dit zien, hè? Moet je dit eens zien? Dit ligt toch zo lief. Draki. Speedy. Jutty. Lovely. Ja. Een lady ligt daar onder mijn bureau. Yes. Maar ja, ik ga even kijken of ik nog wat lekkers heb of zo. Wat ik mee kan nemen naar de slaapkamer. Alleen ik weet niet of wat, wie, wat, waar. En hoe? Nee. Dat zeg ik. Ik ben gewoon eventjes gerakbraak, jongens. Echt. Boel. Vraag me niet hoe. Niks. Noppen Ardiento. Doe dat maar even lekker niet. Want ik weet het gewoon ook even niet. Nee. Ik heb het gewoon koud. Ik ben moe. En ik wil wat eten. Maar ik weet niet wat. Nee. Ik heb even geen inspiratie. Nee, gek hè. Ja. Ik kan niet weten. Maar misschien dat ik gewoon even ook gewoon moet gaan liggen. Daar is ik ben moe. Dus ik denk dat ik dat even ga doen. Ik ga echt moe. Even een uurtje. Ik ga mijn wekker zetten. Hè, zo. Jullie merken dat ik moe ben. Ja, precies dat. En ik moet nog eventjes een was vanuit de wasmachine naar de droger knallen. Maar dat doe ik ook zo meteen wel even als ik uit mijn bedje weer kom. Dus ik ga inderdaad nu even lekker liggen. En toen was het alweer bijna 7:50, jongens. Ja, dames en heren, koeken en peren. En iedereen die meekijkt. En iedereen die lekker op de bank naar de tv kijkt. En naar mij kijkt, helemaal top, helemaal goed. Ja, en iedereen die gewoon op de telefoon kijkt, ook goed, helemaal top. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja, iedereen die gewoon kijkt. En kijk jij, doe gewoon een duimpje omhoog. Dank je wel. Ja, grappig. Nou, ik ga rond zometeen. Ga ik even wat dingen bestellen. Want Rodi wil een... Zo. Rodi wil een broodje gyros. Dus dan ga ik dat ook maar eens even regelen voor hem. Lekker op tijd weer ophalen. Leuk, gezellig. Ja, heb ik gewoon zin in. En ik heb eigenlijk zin in een frikandel speciaal. Oh, lekker heb ik zin in. En ja, en misschien nog iets. Maar dan moet ik even kijken waar ik zin in heb. Maar dat komt wel goed. Degelijk komt dat goed. Dat laat ik jullie wel weten. Serieus. Als ik het niet vergeet, want ik vergeet nog wel eens wat momenteel. Ja. Nee, dat komt niet doordat ik kut... Ja, ook misschien wel omdat ik gewoon kut in mijn vel zit. Sorry even voor mijn woordkeuze. Maar het is gewoon eenmaal zo. Gewoon niet lekker in mijn vel zit. Dat komt nog steeds en door, omdat ik dus in de rouw zit en van mijn schuin oud. Ja, nou niet schuin oud, maar door mijn buurvrouwtje die helaas vorige maand overleden is. En dat wordt volgende maand nog zwaarder, want dan zijn Ro en ik dus namelijk 4 jaar getrouwd en zij dan net 2 maanden weg. Dus ja, dat is dan even dubbel op en feest en in de rouw zitten. En zo, daar ga ik janken, lekker. En dan heb ik 8 december heb ik namelijk mijn eerste gesprek bij de POH, praktische ondersteuning, en bij de huisarts. Dus joh, gaat goed. En nee, ik ben niet gek, maar ik heb wel mijn gesprekken nodig. Dat zeker, sowieso. Maar ja, we gaan het gewoon wel weer een leuke avond van maken. Hè? Wat ik al zei, het is al 7:50. En wil jij ook aandacht, schatje? Wil je ook aandacht? Kom dan. Nee, kom dan. Nee, wil jij? Kom dan. Hé, schatje. Knuffelen bij mama. Dat vind jij leuk, hè? Knuffelen bij mama, hè? Ja, nee, daar zit niks meer in, schatje. Ja, daar zit niks in. Nee. Ja? Heb je het weer bekeken? Nee, je dacht ik wel, hè? Ja? Dus nee, ja, zodra het eigenlijk over mijn buurvrouwtje gaat, dan schiet ik gewoon vol. En afleiding, ja, dat kan ik wel doen. Maar
ook dan. Ja, ik heb huiswerk al genoeg. Laat me dat eventjes vooropstellen. Ik heb huiswerk genoeg, maar... En dan kan ik maar één bladzijde lezen en ik ben weer... Ja, het wil gewoon niet zoals het moet, zeg maar. Dus ik zit ook heel veel in de auto. Soms wel jullie erbij, soms niet. Dus als mijn vlogs een beetje nog, tot nu toe nog een beetje rommelig overkomt... Mijn excuses daarvoor, maar ja, het is eenmaal even zo. Maar jullie hebben wel elke dag een vlog, ook al is het een beetje rommelig. Zo en zo is mijn leven dus nu ook gewoon even rommelig. Maar ik wil wel even weer even iemand onwijs bedanken dat hij weer vandaag weer een vlog in elkaar heeft gezet. Dankjewel Niels en ja, dat je het weer probeert op te pakken. Duizendmaal dank, echt. Dat mag ook gezegd worden, ja. En dan ga ik even weer een beetje een jaar van je leven kijken. Want ik zit nu op aflevering 43. Want dat kijk ik lekker weg. En dan wil ik rond een uurtje of kwart over acht pleiten. Dus ik heb nu nog 25 minuten. Ja, precies. Dus dat komt wel goed. Zo, ik ben weer thuis. Ro is nu ook lekker naar huis. De hondjes zijn al wel lekker uit geweest. En er komt even iemand die lekker buurten bij me. Hi, manneke. Hi, mannetje van mij. Hi, mannetje. Hi, mannetje. Hi, kereltje. Hi, kerel. Hi, kerel. Hoe krijg ik allemaal kusjes van jou?
Dat vind ik wel lief over jou. Allemaal kusjes voor jou krijgen. Allemaal kusjes voor jou krijgen. Allemaal kusjes voor jou, hè. Allemaal kusjes voor jou, hè, krijgen. Ja. Yeah. Maar ja, ik ga deze vlog gezellig met jullie afsluiten, jongens en meiden. Vaders en moeders. Koeken en peren. Allemaal prima. Helemaal goed. Ik maak er een keertje anders van. Maar als je deze vlog nou leuk vindt, ik zou zeggen, doe het hele riedeltje. Alle vier. Dat is het abonneren hier beneden. Duimpje omhoog. Belletje aan. En dan laat even een leuke reactie achter. En dan ga ik jullie morgen weer heel graag zien bij een gloednieuwe vlog. Dus ciao. Tot morgen.